De laatste voorronde van Holland's Got Talent van dit jaar heeft plaatsgevonden. En er is één deelnemer die niet gelukkiger kan zijn, het kleine meisje Lindsay. Het 11-jarige meisje verzamelde de moed om naar de wedstrijd te gaan en haar favoriete liedje uit te voeren. Maar ze wist niet wat haar te wachten stond. Lindsay vertelde het briljante spreekduo Jamai Lohman en Buddy Vedder dat ze de diepte zou zingen. Meteen vroegen de twee jongens haar of ze fan was van S10. Het meisje gaf toe dat ze een gekke fan is van de S10-ster, maar ze heeft deze zangeres nog niet ontmoet en wil heel graag dat dat gebeurt. En er gebeurde een grote verrassing. Haar droom kwam uit toen Jamai en Buddy arriveerden met een groot geel gordijn. Jamai droeg haar op om af te tellen. Het duo trok het gordijn naar beneden en daaronder zat niemand minder dan S10. Lindsay was geschokt, haar ademhaling versnelde enorm. De lieve zangeres kwam naar voren en moedigde de fans persoonlijk aan vlak voor het optreden. Na een gezellig gesprek met de zangeres was het de beurt aan Lindsay, die als haar carrière als zangeres niet zou slagen, verloskundige zou willen worden. Zij sprak over haar uitzonderlijke steun aan de jury. En toen was het tijd om haar versie van de diepte op te voeren. Het 11-jarige meisje lijkt duidelijk behoorlijk nerveus en heeft niet veel zelfvertrouwen. Maar ze zong heel goed en het optreden kreeg luid applaus. Niet alleen S10, maar ook de juryleden waren erg onder de indruk van haar optreden. Lindsay kan door naar de volgende ronde. Lindsay kwam naar voren om S10 te bedanken. Het was echt een hoogtepunt in mijn leven toen ik je ontmoette. S10 gaf het meisje ook een warme knuffel. Laten we afwachten hoeveel Lindsay zich in de volgende ronde kan ontwikkelen. Cho cô một cái ôm mát, cũng như sau khi có thể phát triển như nào.